ontzettend tof dat, ook, dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Levi en zitten nu in het vliegtuig zoals jullie zitten. Yeah. En we gaan naar Singapore. We zijn in Dubai. Ben je soms een beetje blij, jongen? Oké, we zijn bij het hotel. Het is hartstikke leuk. Ik ben nu aan het eten en ik ben net gedoucht met Jada. Hoi allemaal, we zijn er weer. We gaan nu naar het vliegtuig straks. Hoeveel minuten, man? We gaan naar het vliegtuig? Een uurtje gaan we vliegen. Dus over 10 minuutjes ongeveer gaan we daar naar binnen. Over 10 minuten gaan we daar naar binnen. Wow, jongens, zien jullie dat? We zijn al bijna bij het balie. We gaan niet lopen. Wow, dit wordt echt tof. Ga straks ook gelijk, maar Jada het mag, ga ik in het zwembad. Oké, dan gaan we misschien in het zwembad filmen. Oké, doei doei! Jongens, kijk. Ja, ons huisje. Hoi allemaal, we zijn nu op Bali. Dit is de derde dag. Alleen de twee dagen was mijn telefoon leeg. En nu heb je de tijd, want nee, we hebben lekker gezwommen. En net heb ik ook gedoucht. Nu gaan we avondeten. En naar zonsondergang kijken. En dan ga ik de zonsondergang filmen straks. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, doei doei. Hallo allemaal, wij zijn nu op het strand. We zijn naar de Choctaws aan het kijken. Of laat zien. Dat is een Jada. Kijk dat hondje. Wat heb je voor lekkers gegeten net? Vertel even. Weet ik niet meer. Kip saté en... Oh ja, en een kip. En ik heb kip gegeten. En maiskoek. Waar gaan we naartoe mee? Wist je dat er op Gili helemaal geen auto's en motoren zijn? Niks met een motor, je kan alleen fietsen, wandelen. Ja, papa zei dat zo. Top.
slapen of heb je ook nog wel de bootreizen meegemaakt? We zijn lekker aan het ontbijten. Eerste ochtend bij Pearl of Trawangen. Als je net op de achtergrond hoort, zijn paardjes. Oké, we lopen nu terug naar onze kamer. Dan gaan we even omkleden en dan gaan we lekker in de zee gaan. Met de boot. Ik heb ook op Gilly weinig gefilmd. Heel veel keer sorry, want ik kon Bali ook niet meer zo heel veel filmen. Alleen maar en geen alleen maar rondleiding. Ook oh, een beetje licht hier. Sorry. Een beetje licht. Maar in Ubud ga ik heel veel filmen. Want waarom ik hier niet heel veel heb gefilmd, is omdat als ik naar Ubud ga, dan ga ik heel veel filmen. Daar zit in de, daar is ons hotel in de, hoe heet dat? Nou, in de jungle. En daar gaan we dus. En daar gaan we dus, daar gaan we dus filmen, heel veel. Daar kunnen we 7 dagen achter elkaar filmen. Heel lang. En dan gaan we dus, als we in de boot zijn. Alibi. Oh. Wow. Oké, okay, we zijn nu aan het wachten voor de boot. Hier is mama. En hier is... Jada en daar is papa. Oké, we zitten nu te wachten op de boot. En ik zag al 3 bootjes, alleen dat was er niet. Kijk, als je de vlieg op deed, dat het en op de haar en dan niet de arm. Oké, en nu gaan we dus naar de boot. We komen bij het hotel in Ubud, Sagodilla. You OPN, hit you one baby, am I? We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN, take the high road and hop in. Open up, OPN, OPN.
Kijk die grote vis daar. Holy. Oké, jongens, zijn we weer. We hebben net lekker geslapen en komen we van huis. Ik was Jada. En we gaan niet lekker ergens naartoe. Waar gaan we ook weer naartoe, mama? Naar de Rijsvelden. Naar de Rijsvelden. We gaan lekker. Ik ga jou helpen herinneren, hè? Ja, dag. Lekker. Daar. Hoi allemaal, we zijn op de Tagalalang Rice Terrace. Komt omdat er heel veel verse kruiden in zitten en dan is het extra scherp. Die rode moet je niet eten. Die rode. Dit ook scherp? Ja. Is dat wel lekker toch? En we gaan nu naar het Apenbos. En ik vind het zo leuk. En ja, maar het is leuk. Ik hou je vast. En we gaan nu naar de aapjes. Ik kan dat niet beloven dat ik dat ga filmen. Want misschien kunnen ze dat mama afpakken. Gaat wel filmen. Oh, mama gaat wel filmen. En dan gaat mama het wel naar mij sturen zodat ik het wel terug kan zetten. En dan zie ik jullie natuurlijk straks in het Apenbos. Doei doei! Frutten. Het is geen speelgoed. Nee, het is gewoon een grot. Oh, met mama voor, dan kan ik het beter vinden. Dit is de entree naar het bos. Kijk ze mama, wat gebeurde er? Hij ging met een takje rollen en toen ging hij zelf strijkelen. We zijn nu in het Apenbos, omdat Levi morgen jarig is. Dus dan is dit alvast, omdat we morgen geen tijd hebben. Morgen moeten we om 1:30 al naar het vliegveld. Ja, wacht ervoor. Misschien, jullie kunnen de aapjes nu zien. Oké, dan gaan jullie de aapjes straks zien. Oké, jongens, we lopen nu naar boven. Oeh, wat doet die aap? Hij gaat en hij gaat zo van spelen. Die telefoon kan ik pakken. Wow, oké, een aapje ging gewoon een soort parcoursje doen met een ander aapje. Ik weet niet meer, volgens mij deed hij het of hier zo. Ze zo springen. Ja, dan ging ze zo. Holy moly! Kijk daar. Nee, niet de pantas. Maar kijk zoveel aapjes. Daar, helemaal. Oké, jongens, hier zijn echt ook heel veel aapjes. Waar ben mama staan? En hier zitten er al heel veel in een boom. Hij wil iets doen. Oh, ja, we gaan. Oké,
Ja, en dat was het voor het avondbos. We gaan natuurlijk wel meer filmen van het avondbos, misschien in een andere vlog. En wat vond je het leukst van het avondbos? Vooral die selfies. Die gaan we zo meteen in de video gaan we hem zetten, ja? Ja, dan komen jullie straks, als ik het zeg, daar te verschijnen. Mm-hmm. En dan, dan zijn jullie in het hotel. Over 1 seconde, doei doei. Hallo, we zijn nu weer en het is alweer ochtend en we gaan nu lekker zwemmen. Ga ik lekker filmen, of dat kan weet ik nog niet, maar we gaan het gewoon proberen. Dus dan ga ik jullie in het zwembad, over 1 seconde, doei doei. Dit is vanuit onze hotelkamer. Kijk zo op het zwembad uit. En leuk is lekker aan het zwemmen. En er ligt daar een meneer te zonnen daar. Daar ja. Ja, Leefje gaat helemaal naar de overkant zwemmen. Oh my god. Groen en hagedis. Oh my god. Holy moly. Ik zag hem gewoon in één keer. Bij het zwembad. En holy moly. Wat zie ik hier. En groen en hagedis. Hij beweegt heel erg veel, leven. Ja, hij beweegt. Nee, jij met je camera. Ja, maar hij beweegt ook heel veel. En ik weet niet wat hij aan het eten is, maar als je heel goed kijkt, is hij iets aan het eten. Zie je? Hij is ook niet echt bang meer, hè? Nee, hij is niet echt bang meer. Net als die eigenlijk. En ik had hem geprobeerd te vangen. Kijk hoe hoog de wels hier kan vliegen. Het is nu dag 2. Mama, we zitten hier totaal 4 dagen. De 4e dag gaan we naar huis in de avond. En dat is ook nog eens. Leefjes verjaardag. Het is 11:15, 1 september. Leefjes is over 3 kwartier jarig. De ballonnetjes opgeblazen. Maar ik ga hem niet wakker maken om 12:00. Ik ga gewoon morgen een beetje op tijd opstaan. Ik ga natuurlijk voor hem zingen. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Uh-oh. Nou, blauw brandje kaarsje eruit. Wat? Hoi allemaal! Hoi. Het is vandaag iemands verjaardag. En wij zijn nu op het vliegveld om naar huis te gaan. Ja. En het is nu volgens mij is 2:30. En om 8:00 gaan we vliegen. En dan hebben we in Dubai even een tussenstop. Kunnen we weer even chillen op het vliegveld. En dan gaan we weer 7 of 8:00 vliegen naar Amsterdam, naar Schiphol. En dan staan opa en oma op ons te wachten. We zitten nu in het vliegtuig van Dubai naar Amsterdam. En Jade en Leefje zijn een film aan het kijken. Lijkt mij een beetje grappig. Welke film is dit? Hij is hier een geheim met 2. En hij is heel grappig. Men ziet de ballonnetjes mee voor opa. We zijn weer thuis en ik ben weer in Nederland en ik vind het heel gezellig en ik heb hier iemand, kijk maar, hey! Joshua is er vandaag weer en ja, dan sla ik de vlog lekker af met Joshua, ja, oké, en met mama, oké, doei doei, ik zie je later. Toe.